Nee, ik wil net zeggen, om te horen. Gaat u. Welkom, dames en heren, bij een nieuwe Tailored aflevering. Vandaag hebben we een speciaal gast mega uitgenodigd en we zien jullie na het intro. Ja, en dames en heren, morgen is mijn birthday. Ja, en ik heb allemaal cadeautjes, echt heel veel cadeautjes. En onder andere van iemand ja, die hier op Skype is. Hallo. Nou, Roy, vertel, wat ga je me geven? Ja, nou, in het ene cadeautje zit een hele grote niks. Dat ga ik je niet vertellen. Mag je morgen lekker uitpakken. Dit, hier zo. En wat nog Ja? meer? Je hebt nog ook een heel groot cadeau. Ja, ik heb heel veel. Maar die ben ik kwijt. Waar zit die? Ik weet niet waar die is. Ik ben één cadeau kwijt. Echt waar? Ja, die hele grote. Die zit ergens Hele... hier of zo. In Oh, die ik heb hem, ik envelop? heb hem. Ja, die hier heel groot. Hij Ja. is heel groot, ja. Het is Maar een het is voor kerst en voor zijn Ja, verjaardag. want ik ben een soort van kerstkind. Ja. Ja, ik ben. Bent fucking Jezus, joh. Nee, ik ben geen Jezus. Ik ben gewoon een kerstkind, soort van. Ik ben voor kerst geboren. En welkom bij Taylor. Ik heb natuurlijk een theetje. En ook kerstcircus Ahoy, dat is ook bezig. Kerstcircus Ahoy. Daar heeft mijn vader vroeger gewerkt. Jazeker. Maar ja. Als wat? Hij deed altijd de piste schoonmaken. Of hij stond er altijd als bij het doek. Als dingen naar binnen moesten gesjouwd worden. En hij heeft eigenlijk altijd gesjouwd bij Kerstcircus Ahoy. En dan mag ik Oké. elk jaar gratis naar de voorstellingen. Maar ik ben dit jaar niet gegaan. Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ben trouwens een hele leuke achtergrond vergeten. Want ik doe altijd in Teloot video's. Maar ik ben zo hectisch bezig. En dat komt. Ik heb van alles gedaan vandaag. En weet je waarom, Roy? Ik heb Nee. vandaag mijn kamer opgeruimd. En dat moest omdat morgen visite komt. En dan moet ik het een beetje netjes hebben, hè? Want jullie zien nu ook voor het eerst in deze video, exclusief die ook wat later is op mijn kanaal dan normaal. Want om 7 uur vragen de mensen van: waar is die video nou? Die is er gewoon niet. Ik ben er nu voor jullie speciaal. En kijk eens hierachter. Zie je het, Roby? Nee. Ja, je ziet het wel. Hier staat het. Zie je Ja, het? maar ja. Ja, dit is een Zakken van je. kast. En daarboven zit Winnie de Pooh. Heel lief. Je hebt het gezien op foto. Maar Oh ja, die ja, kast staat er nieuw schattig. dus. Die rode kast is dus weg. Die rode kast komt ook niet meer terug. Afscheid genomen. We zien hem gewoon niet meer. En er komt weer een nieuwere kast. Komt er weer in de plaats. En het wordt gewoon heel mooi allemaal. Ik ben heel benieuwd, dus ik ben heel mijn kamer een beetje aan het opruimen. Nou, ik wil vast wel in deze aflevering iedereen een fijne kerst toewensen. En alvast iedereen bedanken voor felicitaties, want dat zal geraaid gebeuren. Echt super bedankt. Er komen ook hele speciale video's op mijn kanaal. Verjaardags-felicitatievideo's. Heel apart, want die heb ik eerder opgenomen en geschoten dan dat ik eigenlijk jarig ben. Dus morgen mag ik me eigenlijk officieel jarig voelen. En ik ben, ja, ik word een kwart eeuw, hè? Hè? Ja. Oud, hè? Oud, vind je dat? 25? Ik vind van niet. Ja, nou. Ja, niet oud, maar Nee, maar al ver in je leven. het is ver in het leven, ja. Vergeleken met jullie, die jullie nu kijken, ben ik Ja. oud. Ja. Maar, nee joh, ik vind, wanneer, nee, maar dat is de vraag, hoor. Wanneer noem je iemand oud? Dat is zo'n Ja. lastige vraag, want de een zegt 30. De ander zegt 60. Het is zo'n verschil. Het is echt een verschil. De ander zegt misschien zelfs 80. Want wat er zijn, maar er zijn ook oma's die worden, zeg maar, oma op hun 30ste, bewijzen van. Dat kan hoor. Nou, dat is wel heel Maar vaak is het, vroeg. je bent oud of te oud voor iets, zeg maar. Dus. Voor wat dan? Ja, weet niet gewoon, maar. Weet je? Als ik 80 jaar ben, dan ga ik nog steeds naar Disneyland. Ja, oké, maar. Als je 80 jaar bent, dan begin je bijvoorbeeld niet meer aan kinderen. Ben je te oud? Ja, oh, of zo. Of je gaat ook niet in de Space Mountain. Nou, dat Ja, kan wel, maar. het kan, maar dan is gewoon wel 70% kans dat je of geen kunstgebit meer hebt, of je pruik vliegt eraf, of je bent je handtasje verloren. Dat zijn drie dingen die kunnen gebeuren als je oud bent en je gaat in de Space Mountain. Ja, dat is toch Ja. zo? Ja, dat is zo. Dus wij Oké. gaan liever in de gondoletta in de Efteling. Als we oud zijn, hè? Of niet? Gaan we niet in de gondoletta? Ben je wel eens in de gondoletta geweest? Huh? Robby, ben je wel eens in de gondoletta geweest? Een gondoletta? Nee, eigenlijk Oh, niet. je weet wel Echt wat dat nog is. nooit. Dat Ja, is die die. bootjes toch? Nee, die Die gewoon. soort draaimolen. Draaimolen. Ja, Die in de die. lucht gaat.
Nee, hoe heet het nou? Die heen en weer gaat de rondjes tegenover dat restaurant. Dat is toch niet... Gondoletta? Ja, dat is Gondoletta. Ga nou wel opzoeken. Ja, is goed. Ja, je gaat tegen mij liegen hier. Lul. Ik hoor je gewoon. Maakt niet uit. Het zijn die bootjes. Dat zei ik. Nee, die bootjes, ja. Ach, is het een draaimolen, zeg dus, je? Nee, die gaan op zo'n rondje, zo'n draaimolen, gaan ze rond. En dan komen ze weer, gaan ze door een parcours. Maar die bootjes, daar ben ik ook voor de eerste keer geweest. En het was heel leuk. Het duurde heel lang de rit. Echt heel lang. En we hebben echt heel veel lol gehad. Dus er komt nog deze week echt een hele leuke Efteling compilatie video op mijn vlogkanaal. De eerste kerstdag. En er komen nog wat extra video's op de kerst. Namelijk een hele speciale Minecraft kerstmap ga ik spelen. Echt fantastisch. En ja, het wordt gewoon hartstikke gezellig. En we gaan leuke dingen doen. En ik ga... Een dag na mijn verjaardag ga ik naar Bardo's première. Dus dat is op een... Woensdag? Woensdag, hè? Ja. Ja, want ik ben op dinsdag jaar. Op woensdag ga ik naar Amsterdam en dan gaan we de première zien van een speelfilm waar Bardo in meegedaan met Thomas en Dylan Hagens en Arie Komen speelt erin en nog wat mensen van YouTube. En dat wordt een zombiefilm. Heel grappig. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Er is heel mooi geëdit. Er zitten ook wat smerige dingen in. Er zitten leuke dingen in. Er zitten misschien wel enge dingen in. Ik weet het niet. Ik ga het samen zien. En misschien zie ik jou er ook wel bij de première. Wie weet. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Dan moet je kijken. Het is Happy of Guy's Night, geloof ik. En dat begint 's ochtends om 9:30 of 10:30 al. Heel vroeg, in ieder geval. En het duurt een? Het duurt een kwartiertje maar, de film. Ja. Ja. Nou ja, dat maakt niet uit. Ja, ik had het liefst al gehoopt inderdaad dat het een film werd van misschien een half uur of drie kwartier. Hè? Want een korte film is meestal een half uur, drie kwartier. Nou, dat mag ik niet zeggen. Een korte film kan tussen 12 en de 20 minuten zijn, hoor. Dat is wel zo, hoor. Ja, want voor mij... Nou, is het wel een hele, hele korte film, hoor. Ja, nou ja, misschien is wel de aftiteling er afgerekend. Misschien duurt hij wel 20 minuten. Ja, wie weet. Ja. Nee, als die wat langer had geduurd, dan had ik misschien nog wel gezegd... Nou, dan ga ik daar wel 3 uur voor reizen, maar... Nee, Robin gaat niet komen. Ik kom niet. Maar voor mij is het ook wel even reizen. Ik geloof 2 uur, bijna meer dan 2 uur zelfs. Echt waar? Ja, zeker. Amsterdam, hè. Jeetje. Ik woon in een klein dorpje, hè. Dat ga je niet zo makkelijk komen. Nee, oké. Nou, dus nogmaals mensen, ik ga de video afsluiten. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken van deze video. Like vooral. En ga vooral een leuke kerst met elkaar doen. Met familie, met vrienden. Doe wat leuks. En ja, dan ga ik jullie zo snel mogelijk weer spreken. En dan is het elke week theeleuten. Volgende week ben ik zeker bij jullie terug. Dan is het toch nog steeds dit jaar volgende week. Ja, ik ben heel erg met de dagen. Dan is het de 29e. Oeh, ben ik dan thuis? Dan ben ik zeker thuis. Oh nee, dan zijn we weg. Oh, dan ben ik er niet. Het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Ik ga ervoor zorgen dat jullie op maandag weer een theeleut krijgen. Net als elke week. Zeker weten. En dan gaan we ook een leuk bespreken voor volgend jaar. Wat er gaat gebeuren. Want er gaat weer heel leuke dingen gebeuren. Maar er gaat ook heel weinig veranderen. En ik denk dat mensen dat ook gewoon liever niet willen als dingen gaan veranderen. Tenzij het wel positief is. Ja, toch? Nou mensen, nogmaals, echt een hele fijne kerst. En alvast een gelukkig nieuwjaar, mocht ik jullie meer spreken. Maar dat is nou bullshit, want ik spreek jullie heel vaak. En anders zie ik jullie op de survey. Mensen, Roy, bedankt voor het meedoen. En ik zie jullie sowieso snel weer. Doei doei! Doei! Zo, lekker het oude outro, jongens. Leuk, hè? Even het oude outro gedaan voor jullie speciaal. Echt oude memories.